Minister, die nota Voorsweek van grondbeleid en bosbeheer benadrukt dat het uitgeven van gronden geen politiek spel is, maar een plicht van de regering. Dit zei tijdens het uitreiken van beleidsverklaringen aan bewoners van de twee meest bevolkte districten, Paramaribo en Wanica, eerder deze week in het Roelies Event Center. Met een beleidsverklaring in de handen krijgen de burgers meer rechtszekerheid voor hunzelf en hun nageslacht, aldus de minister. Deze regering probeert haar beloftes jegens u na te komen. Het is geen genoegen, maar een plicht van elke regering die ook zit om ervoor te zorgen dat elke burger van Suriname een stukje kavel krijgt. U krijgt straks een bereidsverklaring of een toewijzing. De twee DNA-leden hebben dat al aangegeven. Het is niet zomaar een stukje papier die u krijgt. Het is rechtszekerheid voor u en uw nageslacht. Dus daarom wil ik u op het hart drukken om uw bereidsverklaring of uw toewijzing welke u straks gaat krijgen, niet te gaan verkopen, niet als onderpand te zetten. In totaal kregen 60 personen een bereidsverklaring voor een perceel te Reeberg dat inmiddels al bouwrijp is gemaakt. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft zijn bezorgdheid geuit over het feit dat burgers pas na 32 jaar hun grondpapieren ontvangen. Hij waardeert daarom de inspanningen van de GBB-minister en andere regeringsleden om de burgers meer zekerheid te bieden. Ik heb hier gehoord, 32 jaar zijn er papieren of verzoeken gedaan om aan het perceel te komen en die krijgen het pas vandaag. Des maf me, alasana man, me breed het in het napjaso, dat wanf den belofte van regering die zie, sa misref die zie, wordt nageleefd. In 4 jaren, enkele koek had ik 2 jaar, 3 jaar, hoe begin prati per se. En ik heb gehoord hier 30.000, dus bijna 10% voor de bevolking wegi beschikbaar. En dat nou een belangrijkste mijlpaal. President Chandrika Prasad Santokhi roept de burgers op om hun zaken zo spoedig mogelijk in orde te maken voor het vervolgtraject. Dat traject omvat het landelijk woningbouwprogramma en de 7% hypotheeklening, die bedoeld is om mensen met een grondbeschikking te ondersteunen tijdens de bouw van een woning onder gunstige voorwaarden. Maar daarnaast landelijke woningbouw, daar hebben we al beleid gemaakt. Geef de mensen hun grond. Geef de mensen 7% lenen, goedkoop kapitaal. 1,6 miljoen kan je lenen. Weet je wat 1,6 miljoen betekent? Ongeveer 43.000 Amerikaan dollar is middenstandswoning. En 7% rente. Ga zoeken waar je 7% rente vindt. Maar zij die zeggen, ja maar ik kan dat niet betalen. Dan zeggen we, dan is er AHP, is Affordable Housing Programma. Daar krijg je 15.000 Amerikaan dollar, 9.000 is gratis. En 6.000 kan je tegen zachte lening nemen. Daarvoor hebben we voorzien en getroffen ook 7% rente. Personen die zich al hebben geregistreerd, maar nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een perceel, worden alsnog geholpen. Diegenen die te maken hebben met een dubbele uitgifte, kunnen terecht bij het ministerie van GBB voor meer informatie.